Hoofdpijn, nekpijn of last van andere kwalen in je gezicht of in je nek. Helpt een paracetamolletje niet, dan is het misschien tijd om langs te gaan bij een kaakfysiotherapeut. Mibel Erens is eigenaresse van Orofaciaal Middendreef in Lelystad en is vanmiddag bij ons. Mibel, welkom. Ja, we kennen allemaal wel de fysiotherapeut of de manueel therapeut, maar een kaakfysio, ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Wat doe jij allemaal? De kaakfysio is eigenlijk een onderdeel van orofaciale fysiotherapeut. Dat is een fysiotherapeut die zich bezighoudt met oro, dat is dus de mond. En faciaal is van de fascie, van ik sla je op je fascie. Dat is van het gelaat en het hoofd en de nek. En dat is dus eigenlijk het gebied waar een kaakfysio zich op gespecialiseerd heeft. Ja, is dat dan vanaf je schouders naar boven? Ja. Zoals dat heet, de upper quadrant heet dat dan. Ja. En wat voor patiënten komen nou bij je? Wat voor klachten hebben die allemaal? De patiënten die ik zie zijn mensen die zeggen, ik krijg mijn mond niet meer open. Of ze zeggen, ik heb knarsen en kraken en ik heb een klemmend gevoel rond mijn kaak. Of ik heb oorpijn. Of het zijn mensen die zeggen, ik heb hoofdpijn. Of ik voel me duizelig. Of ze zeggen, ik kan mijn mond niet meer goed bewegen, want ze hebben dan een parese van de nervus facialis. Ze kunnen niet meer fluiten of hun oog niet meer goed dicht doen. Of ze zijn ten gevolge van de nabehandelingen van kanker, hebben ze problemen ontwikkeld in het openen van de mond of het draaien van het hoofd. En mensen worden dan via de huisarts naar jou doorverwezen bijvoorbeeld? Ja, via de huisarts, maar ook via de KNO, via de kaakchirurg, via de neuroloog. Soms ook komen ze zelf via die directe toegankelijkheid fysiotherapie. En hoe ga jij dan aan de slag? Want bij een fysiotherapeut die bijvoorbeeld je nek behandelt, kan ik me er wat makkelijker wat bij voorstellen dat je daarin gaat kneden en zo. Maar bij een kaak, hoe doe je dat? Bij de kaak ga je eerst een onderzoek doen om te kijken wat het probleem is, of dat het een beperkte mondopening is. Want je hebt een mondopening normaal gesproken tussen de 45... 55, soms 65. Het ligt aan hoe lenig iemand is. Of iemand vrouw of man is. Maar sommige mensen hebben een kaakopening van bijvoorbeeld maar 20 millimeter. En dat is echt veel te weinig. Want daardoor kun je eigenlijk nauwelijks meer een lepel in je mond krijgen. Maar wat is er dan aan de hand? Dan kan het zijn dat de spieren te strak zijn. Dan kan het zijn dat er de discus in je kaakgewrichtje klem is gekomen. Of het kan zijn dat het een nabehandeling is, een na-effect is van een operatie. Of een na-effect is van de bestraling. Maar als zo'n discus klem zit, hoe komt die klem te zitten? Die komt klem te zitten, we weten het niet precies. Maar we denken dat het te maken heeft met het feit dat sommige mensen de gewoonte hebben om te klemmen overdag met hun kiezen op elkaar. Of te knarsen 's nachts. Dat is een maalbeweging met je kiezen. Waardoor dan de veranderingen kunnen optreden binnen het gewrichtje van je kaak. Maar is dat een soort slijtage dan? Of? Nee, het is echt een letsel. Dat zijn ook jonge mensen die daar last van hebben. Het kan zijn dat het een onderdeel is van een artroseprobleem. Maar dat hoeft zeker niet. Nou snap ik wel dat als je je mond niet goed open krijgt, dat je dan al sneller bij jou terechtkomt. Maar als je altijd kampt met hoofdpijn, dan is dat misschien niet helemaal een logische keuze om meteen te denken aan een orofaciaal therapeut. Dat klopt, want een heel groot deel van de hoofdpijn, dat heet primaire hoofdpijn, is hoofdpijn die in je hoofd ontstaat. Dus een migraine of een clusterhoofdpijn. Maar er zijn ook hoofdpijnen en dat heet de secundaire hoofdpijn. Dat is een hoofdpijngevolg van buiten het hoofd zelf, dus buiten wat er zich in het hoofd afspeelt. En dat kan dan een kaak zijn. Dus dan kun je last hebben van je spieren rond je kaak, waardoor het lijkt alsof je hoofdpijn hebt, of uit je nek. Meestal is dat dan eenzijdig. Of je kunt last hebben van een hoofdpijngevoel over je hele hoofd. En dan heb je last van tension hoofdpijn. Dus dan ga je niet goed met je eigen spanning en stress om. Laten we even weggaan nu van de klachten. Want hoe word je nou kaakfysiotherapeut? Of orofaciaal therapeut, zoals je jezelf noemt? Dat word je nadat je een specialistische opleiding hebt gedaan. En die zijn er voor een aantal
Op een aantal plekken in Nederland. En ik heb de Utrechtse opleiding gedaan. Er zijn ongeveer 150 geregistreerde kaakfysiotherapeuten. Van de ongeveer 4000 fysiotherapeuten die wij in Nederland hebben. Dus het zijn er ook niet zoveel. Dus dat je er nog niet van gehoord hebt, is ook eigenlijk niet zo raar. Maar zo'n opleiding ga je natuurlijk niet zomaar doen. Dan moet er een bepaalde interesse zijn. Ja, dat klopt. Want ik kom uit een tandartse familie. Want mijn vader was tandarts en mijn broer en mijn zus. Maar waarom ben je niet gewoon tandarts geworden dan? Omdat ik op mijn 14e altijd al fysiotherapeuten wou worden. Oh, dat is een goede combinatie van de beide. En later heb ik dat dus gecombineerd, ja. Ja, zo is dat gegaan. Dat is wel apart. En iedereen in de familie vond dit wel een leuke nieuwe ontwikkeling? Ja, dat vonden ze eigenlijk... Mijn echtgenoot vond het wel grappig en ze was het er ook wel mee eens. Hij was het er mee eens. Dus eigenlijk doe ik nu al bijna weer 28 jaar kaakfysio. En dan ben begonnen in Enkhuizen. En later in Lelystad. En nu, aan het einde van mijn carrière, ben ik dan nu begonnen op verzoek van de kaakchirurg op de Middendreef. Ja, want je zegt het einde van je carrière. Hoe lang denk je nog je beroep uit te gaan oefenen? Dat vind ik heel lastig om die vraag te beantwoorden. Want het is echt een droom om deze orofaciaal nog een keertje gestald te laten krijgen. Is het eigenlijk voldoende bekend bij patiënten dat deze mogelijkheid bestaat? Ik denk het niet. Ik denk niet dat, net zoals jullie, daar veel mensen van gehoord hebben. En daarom is het ook heel erg leuk, en dat is ook mijn droom, dat ik dus me niet meer bezig ga houden alleen maar met een organisatie van de praktijk en de kwaliteit van de praktijk en kaakfysiotherapie doen. Maar nu ga ik dus echt alleen maar kaakfysio doen. En het enige wat ik daarmee wil doen is daarmee de praktijk ontwikkelen en verder ontwikkelen in de kaakfysio. Dus de orofaciale fysiotherapie, dus de duizeligheid, de hoofdpijn, de nekpijn die daarbij hoort. Alles wat daarmee te maken heeft. Ja, want je zit in Lelystad met je praktijk. Zijn er genoeg patiënten? In principe horen daar genoeg patiënten te zijn. En ik moet me nu gaan richten op een aantal verwijzers. Ik merk dat een aantal patiënten, die zie ik niet, terwijl ik ze eigenlijk zou moeten zien. Of als ik ze zie, dan zie ik ze te laat. Dat is jammer. Dus het doorverwijzen gaat nog niet goed? Het doorverwijzen zou nog wat beter kunnen. Maar ook voor de patiënten zelf. Want hoe langer je de klachten hebt, des te lastiger wordt het om het op te lossen. Ja, nou laten we zo direct verder gaan praten. Misschien, je hebt ook allerlei spullen meegenomen. Ik zag wat naaltjes en zo. Nou, laten we het daar zo direct over hebben. Mibel Erens is eigenaresse van Orofaciaal Middendreef in Lelystad en is vanmiddag bij ons om te praten over haar vak, kaakfysiotherapie. Mibel, ja, laten we even doornemen wat er nou gebeurt op het moment dat er een patiënt bij jou binnenkomt. Wat doe je dan? Wat ik dan doe is, ik ga vragen wat er aan de hand is. En je neemt natuurlijk eerst even de gegevens op en dan ga ik een onderzoek doen om te kijken of het iets is wat in mijn vakgebied ook echt behandelbaar is. En als ik dat dan vind, start ik de behandeling op en leg ik uit wat er aan de hand is en geef ik een soort prognose van hoe lang ik ermee bezig ben. En die behandeling kan bestaan uit mobiliserende technieken. Kan bestaan. Wat zijn mobiliserende technieken? Dat zijn technieken die ervoor gemaakt zijn om te zorgen dat je bewegingswijdte groter wordt. Dus dat je je mond bijvoorbeeld weer verder open kan doen? Dat je je mond weer verder open kan doen. Is dat een beetje masseren of zo? Dat kan, maar dat hoeft niet. Want je kunt ook bijvoorbeeld zorgen dat er een oefening voor gedaan wordt. Of je hebt er hulpmiddeltjes voor om te zorgen dat je je mond wat verder open krijgt. Of je hebt een stapeltje spateltjes die je tussen je tanden doet. Maar die wrik je er gewoon tussen? Ja, die wrik je er dan gewoon tussen. En dan steeds elke keer weer één spateltje ertussen. Echt een soort hefboom? Een soort hefboompje, ja. Nou is mijn angst altijd bij welke fysiotherapeut ik dan ook binnenkomt, is dat het ontzettend veel pijn gaat doen. Want je wil er wel vanaf van die pijn die je voelt. Maar dan denk je, oh, als ik straks op die behandeltafel lig, dan doet het zo ontzettend veel pijn. Ik vind het eigenlijk een beetje eng. Ja, je moet daar ook rustig mee beginnen. In sommige gevallen is het nodig dat je mensen wat pijn doet. Maar dat moet beheersbaar zijn. Je hebt, wanneer je spierbehandelingen hebt, en er zitten kleine knoopjes die je probeert om te laten te verdwijnen, dan heb je wat techniekjes nodig die ook wat pijn veroorzaken, omdat je die pijnstofjes nodig hebt. Je wil dan door de druk krijg je wat histamine in die weefsels.
Je kan wat pijnstofjes daardoor, doordat je iemand wat drukt en pijn doet, in die weefsels laten diffuseren. En dus je laat het, eigenlijk, je roept die pijn op, want dan komt er een spulletje naartoe die eigenlijk de pijn weer bestrijdt. Precies, precies. Ja. Nou, dan hebben we dat mobiliserende beweging gehad, maar wat kun je nog meer doen? Je kan dan oefeningetjes geven, zodat ze begrijpen hoe je een vastgelopen kleine discus in je kaakgewrichtje weer los kan krijgen en op zijn plekje kan houden. Je kunt nekoefeningen doen. In sommige gevallen heb je bewegingen die ervoor nodig zijn, zodat je je duizeligheid wat kwijt kan raken. Het is eigenlijk een heel scala van manoeuvres die je eigenlijk in die behandelingen doet. Maar je zegt nekoefeningen. In hoeverre staat dat in relatie tot wat er in je kaak aan de hand is? Wij denken dat de houding mogelijk wat invloed heeft op de bewegingen van de kaak. Het is heel lastig om dat te bewijzen. Er is nu op dit moment nog niet een echt bewijs dat een nekpijn invloed heeft op de kaak. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen met nekpijn die geen kaakpijn hebben. Maar toch hebben wij het idee dat er een relatie is. We moeten wachten in de toekomst om te zien wanneer we daar de bewijzen voor vinden. Ja, maar het is eigenlijk wel gewoon allemaal verbonden met elkaar waarschijnlijk. Ja, alles is met elkaar verbonden. En de nek is verbonden met je borstwervelkolom, is verbonden met je schouder. En is weer verbonden met je bekken. En is weer verbonden met je voeten. Zo kan het zijn dat ver weg er effecten zijn die invloed hebben op je borstwervelkolom of je nek. En daarmee ook naar je hoofd toe. Ja, als mensen met klachten bij jou komen en ze krijgen een behandeling, hoe lang duurt die behandelingenreeks meestal? Als het een behandelingreeks is ten gevolge van een operatie, kun je daar wat langer mee bezig zijn, omdat dat dan langer duurt voordat je dan het bewegingsherstel hebt. Maar normaal gesproken ligt het tussen de 4 en 9, soms 10, 12. Maar in die orde van grootte wordt het dan behandeld. Je had het net over oefeningen die mensen meekrijgen. Dat is gewoon bewegen met de kaak, of wat zijn dat voor oefeningen? Het zijn bewegingen van de kaak, maar het kunnen zijn. Dus gewoon je mond open doen eigenlijk? Je mond open doen met hulp van je handen. Om ervoor te zorgen dat je dat geleidt, zodat je de bewegingsherstel naar de goede kant krijgt. Dat je het weer soepeler maakt. Dat je het weer soepeler krijgt en vooral ook symmetrisch. Want dat is erg belangrijk in je kaak. Asymmetrisch bewegen heeft altijd een overbelasting. Maar asymmetrisch bewegen met je, kan dat? Ja, stel nou dat je rechterkaakgewrichtje minder goed beweegt. Ja? Dan wordt er in het linkerkaakgewrichtje meer bewogen. Dan krijg je een compensatie van het bewegen die kant uit. En daardoor. Dan trek je een beetje scheve mond, neem ik aan. Trek je wat scheef en dan daardoor kun je aan één kant wat meer pijn krijgen. Dus eigenlijk is het belangrijk dat je de symmetrie van je bewegen weer herstelt. Nou, zei ik net al, je hebt allemaal dingetjes meegenomen. Naaltjes, ja, dan slaat mijn hart al meteen op hol, want ik ben als de dood voor naaltjes. Maar wat zijn dat voor naaltjes? Het zijn naaltjes die. Ik had net wat verteld dat er in de spieren kleine knoopjes kunnen zitten, de zogenaamde trigger points. Die kun je herkennen doordat je met weinig druk op dat plekje in die spier heel veel pijn veroorzaakt. Terwijl je dat met dezelfde druk op een plekje ernaast niet krijgt. Nu heeft een mevrouw Treffel uitgevonden dat je met een injectienaald, met bijvoorbeeld Novocaine, zo'n triggerpoint kon laten verdwijnen. Maar later bleek dat als je geen injectiestoffen toevoegt, dat je datzelfde effect had. Dat heet dan de draainiedeling, dus ten opzichte van de wetniedeling. Ja, dus je prikkelt dan dat kleine knoopje. Ja. En doordat dan daar weer allerlei stofjes naartoe gaan, ontspant dat dan weer. Precies, dan gebeurt dat weer. En dan heb je dus een vrij snel effect voor het ontspannen van de spier. Maar soms kan het zijn dat zo'n spier zo ver weg ligt dat je er met de hand niet bij kan. En dan kun je er met je naaldje dan wel bij. Maar in principe is het wel zo dat je eerst begint met je normale technieken zonder dat je met naaltjes bent. En als je dan zeker weet dat je goed zit, tenminste, althans, hoe doe ik dat, dan kan ik wel eens denken, ik ga de boel een beetje opsnellen. En dat gebeurt ook in de buurt van de kaak dus? Dat kan ook in de buurt van de kaak gebeuren, ja. Hey, in hoeverre zit je met je handen in iemands mond? Ja, dat gebeurt ook. Want je kunt, er zijn sommige spieren die zijn alleen maar bereikbaar in de mond, intraoraal, of aan de onderkant van je jukbeen. Of dat je
Je moet natuurlijk zo'n spier rekken. En dat doe je van buiten, van binnen naar buiten. Om op die manier weer lengte te krijgen. En ook weer die symmetrie tussen links en rechts. Zoals je dat graag zou willen. Ja, en nadat je bij jou onder behandeling bent geweest, zijn de klachten dan over het algemeen over? Ja, over het algemeen zijn dit soort kaaktherapieën die ik nu beschrijf, zijn niet heel erg langdurig. Heb je vrij snel effect van je behandeling. Ja, maar dan komt het ook niet meer terug. Nou, dat wil ik niet. Het ligt eraan. Er zijn mensen die die doordat ze het lastig vinden om bijvoorbeeld niet meer hun kiezen elke keer weer op elkaar te zetten. Bruxisme heet dat. Of te knarsen. Waardoor ze toch hun oorspronkelijke klachten weer wat terugkrijgen. Maar meestal zijn ze, als ze dan weer terugkomen, de tweede keer weten ze meer en is het makkelijker om ze weer op het rechte spoor te krijgen. Oké, we zijn bijna door de tijd heen. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Ze weten jou nu te vinden, orofaciaal, middendreef. En daar kunnen mensen aankloppen als ze al langere tijd met allerlei klachten rondlopen, zonder dat ze eigenlijk weten waar het vandaan komt. Wat in ieder geval de klachten moeten zijn, van schouder tot aan kruin, volgens mij. Dat klopt. Heel erg bedankt dat je er was, Mybelle Erens. Tot ziens.